Duizenden mensen ondersteunen de protestmanifestatie van de oppositionele partijen in Gurundjari. De manifestatie is bedoeld als krachtige boodschap naar president Desi Bouterse en zijn regeerteam. De oppositieleiders merken op dat het huidige beleid onmiddellijk omgebogen moet worden. Abob Topper, Marinus B., benadrukt dat de aanwezigheid van de massa aangeeft dat het volk onmiddellijke verandering wil. We hebben aangegeven dat we zullen zeggen van luister, president Bouterse, vice-president Adin, met hun regeringsteam, u moet uw beleid ombuigen. Drastisch ook en terstond. En als blijkt dat u niet in staat bent dat te doen, dan travas nodig. En dat hebben die mensen zelf gezegd, travas nodig. U weet dat er een aantal organisaties gepoogd hebben om massa op de been te brengen. Eén of twee keren is het gelukt, maar het is niet stabiel gebleven. Dus de politieke organisatie hebben gezegd, nou, nu moeten we ook actie ondernemen. En wat we hier zien, het is de kunst om nu een duidelijke strategie uiteen te zetten, zodat we die dipinari kunnen stoppen. Marinus B. Melvin Bouva, assembleelid en vicevoorzitter van de Nationale Assemblée, ziet geen heil in deze manifestatie. Hij roept oppositionele collega's daarom op om in het parlement de regering kritisch te begeleiden. Politiek verantwoordelijke leider die beseft dat in plaats dat hij allerlei dingen doet om het moeilijker te maken in het land, hij ook vanuit zijn positie, ook al is het oppositie, een bijdrage moet leveren dat het beter gaat. Waarom zou je het land plat moeten leggen? Je legt een land alleen maar plat wanneer je het niet meet met het land. Maar je legt een land niet plat wanneer je vooruitgang wil hebben. Je legt een land plat om het moeilijk te maken voor een regering om te kunnen regeren, zodat jij op een bepaald moment denkt dat je op een bepaalde manier weer in beeld komt. Dat is de politiek die we zien, helaas, gevoerd in Suriname. Met name de oude politiek heeft daar heel veel over te zeggen en heel veel mee te doen. Het is jammer, maar desondanks, het is natuurlijk hun keus, hun recht. Ik nodig persoonlijk mijn collega's uit, zoals ik ze hier zie, collaboratory. Laten we hier die battle voeren in DNA, laten we hier het beleid bekritiseren. Laten we hier de regering onder druk zetten namens die samenleving om goed beleid uit te voeren. Voor de rest denk ik dat we de zaken zullen moeten aankijken. Als men niet wil horen en onvoldoende zijn Surinamers zijn, wil uiten. Door allerlei dingen te doen om de verkiezing van 2015, die grandioos verloren is, om dat goed te maken voor 2020, dan is dat de rekening die men zelf gaat betalen. Aldus assembleelid Melvin Bouva over de protestmanifestatie van de oppositionele partijen. Hij vindt dat politieke leiders zich verantwoordelijk moeten opstellen. De manifestatie die nu nog gaande is, is in Gurundjari en het is druk bezocht.